En dan gaan we toch echt naar een afronding van deze dag, want het is 4 uur en dan begint de borrel. En ik weet dat mensen dan ook plannen hoe laat ze weer op de OV-fiets richting het station gaan. En dan sta ik voor die keus, ga ik nou proberen samen te vatten wat er vandaag gezegd is. En Paul deed net al een goede poging, dus dat ga ik maar niet doen. Want ik vind het een mooi overzicht wat we gegeven hebben van het begin van het gesprek van Harm, van waar staan we nou met die KW, naar de hoe gaan we dan om met die afleiding. Er zijn zoveel verschillende aspecten meegekomen. Ik vind dat een mooi totaal verhaal is. Ik vond het ook, zeg ik maar eventjes, als bestuurder heb ik zelden de gelegenheid om een hele dag op de inhoud in te gaan. Maar het heeft mij heel veel geleerd. Ik kan me voorstellen dat voor elk van jullie de andere lessen, vragen zijn waarmee je zo meteen naar huis gaat. Maar allemaal volgens mij wel in die zoektocht van waar we staan. Wat hebben we nou nog te doen? Dat tandje erbij. Hoe ziet dat er dan uit? En hoe zorgen we dat in mijn woorden een ambitieus tandje erbij is? Een realistisch tandje erbij. Maar vooral dat het ons dichterbij die doelen brengt. Want daar hebben we nog een enorme opgave te doen. We hadden 3 Mentimeter-stellingen voorbereid om daar nog lekker met elkaar over in discussie te gaan. Ik wil voorstellen dat we dat niet doen. Ik vertaal hem naar Jan heeft dorst. Het is altijd projectie, Jan. Maar de laatste vraag die we jullie voor wilden leggen is, wat geven jullie ons nou mee voor het vervolg? En ik wil vragen of we die vraag op de Mentimeter naar voren kunnen hebben. Want ik hoop dat jullie iets van je eigen gedachtes, leerervaringen aan ons mee willen geven. En dan heb je nu de keus tussen ofwel je gaat dit nu in zitten tikken op de Mentimeter. Ofwel je zegt, ja, maar ik heb zo'n belangrijk punt, dat moet de rest ook horen. Want dat gaat zo meteen verloren in de enorme veelheid aan reacties die we op de Mentimeter krijgen. En als je nou zegt, ja, maar ik heb echt het idee dat er iets nog niet aan de orde geweest is. Of ik zit met een brandende vraag, of ik wil nog iets meegeven. Dan is dit je laatste kans. Ik heb een microfoon en Cora heeft een microfoon en we lopen nog 1 keer de zaal in. Wie zegt, ik wil echt nog iets zeggen? Scheelt toch weer typen. Hein Tanis, provincie Overijssel. Ik waardeer ontzettend het enthousiasme vandaag. Ik wil toch even u citeren. Mensen, volgen de middelen, maar ook de bezieling. Laten we stoppen met zeggen, we hebben zo weinig goede mensen. Laten we goede werkgevers zijn, goede adviesbureaus, goede overheden. Laten we de mensen lokken. En als het dan niet een keer niet lukt vanwege capaciteitsgebrek, elkaar vergeven. En dan hebben we pas een goed verhaal naar Brussel. Dat wou ik. Dank je wel. In die positieve flow, wie is de volgende die iets wil delen? Organische micro's of nutriënten, wat heeft prioriteit? Waar gaan we voor? Is dat 50-50 of ligt de focus op nutriënten? En ben ik eigenlijk heel benieuwd. Beantwoord hem eens voor jezelf. Wat geef jij ons mee? Gevoelsmatig denk ik dat eutrofiëring altijd nog het grootste probleem is, dat we daar het meeste kunnen doen. Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want ik ben geen watersysteemspecialist. Andere reacties? Wie zegt, ik heb echt nog iets? Vraag, maar ook. We zijn klaar. Niemand? Ja, toch? Ja, daarachter. Kijk, de samenleving staat voor een aantal transities. Energietransitie, het watertransitie, een weertransitie, een nieuwe waterstof als brandstof. Ik hoop een keer een onderzoek te zien waarbij het waterstof op het terrein wordt geproduceerd van het waterschap bij een zuivering. Want bij de productie van waterstof ontstaat zuurstof. En ik denk dat onze beluchtingstechnieken dan wel eens veel effectiever zouden kunnen zijn. En onze bestrijding van microsystemen ook. En laat het waterschap een rol spelen in die energietransitie. Door eens echt te kijken van, we zetten windmolens op ons terrein. We zetten zonnecollectoren op ons terrein. Waarom zouden we die energie niet omzetten in waterstof en het zuurstof gebruiken in ons proces?
Ik weet dat er op de RWCT Hessepoort van Drentse Overijsselse Delta een dergelijk project loopt. Dus er wordt gepuzzeld aan, kan dit, willen we dit, hoe doen we dit? Andere reacties nog. Ik zie gelukkig dat er ook op de Mentimeter reacties zijn. Er zitten 37 mensen te typen. Ook daar wordt geoogst. Zijn er nog nabranders? En dan zijn we er gewoon, jongens. Want het is ook 4 uur geweest. Ik wil alle sprekers die hier vandaag hun wijsheid gedeeld hebben, heel erg bedanken. Want jullie hebben mij in ieder geval veel meegegeven, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik wil natuurlijk onze organisatoren bedanken, Henri en Cora. Want dit kost veel tijd en werk. Het hele onderzoekstraject, maar ook natuurlijk zo'n dag organiseren. Ik wil ook jullie als zaal bedanken. Ik begon om te zeggen dat ik het zo mooi vind dat we hier met ruim 200 man zitten. Het gebeurt nog wel eens dat als de dag volgt, dat er dan steeds meer lege stoelen komen. Dat is bijna niet gebeurd. Dat is een compliment aan de sprekers en de organisatoren voor het programma en de inhoudelijke bijdrage. Het is ook een compliment aan jullie, want we zitten er allemaal volgens mij zeer gemotiveerd in. We willen hier verleren, we willen hier stappen mee maken en mooi dat jullie gebleven zijn. Dus ik vond het een hele waardevolle dag. Dank voor al jullie bijdragen daaraan. Het echte werk begint natuurlijk nu, dat is altijd zo, met een borrel, dat is ook fijn. Maar vooral met gelegenheid om nog meer met elkaar uit te wisselen. Die samenwerking die zo nodig is op te zoeken. En echt met elkaar de volgende stappen te zetten naar een nog schoner water. Maar voordat we naar de borrel gaan, wil ik graag alle sprekers nog even naar voren hebben. En natuurlijk ook jou te bedanken voor het leiden, door ons door de hele dag te leiden. Want ik denk, het was een lange dag, het was een intensieve dag. Maar mij heeft hij niet verveeld. En ik ben ook heel blij met de opkomst. Zoals gezegd, alle pdf'en van alle presentaties komen op internet. En ik vind het alweer heel indrukwekkend om hier iedereen zo te zien. Want deze mensen hebben echt hun bijdrage geleverd om een inhoudelijk goed programma neer te zetten. En daar ben ik ontzettend blij mee. We hebben 1,5 jaar geleden hebben een soortgelijk iets gehad. Toen was de zaal half gevuld zoals hij nu gevuld is. Nu is hij lekker vol. En ik hoop dat we over volgend jaar of over 1,5 jaar weer zo'n dag kunnen organiseren. En dat de zaal uitpelt. Dat hoop ik. Dat is mijn doel. En goed gebruik is een kleine attentie voor jullie, want er zit altijd heel veel liefdewerk oud papier in dit soort presentaties om die goed voor te bereiden. En we hebben voor jullie iets wat eigenlijk vandaag zijdelings voorbij is gekomen, terwijl het ook een heel belangrijk thema is voor de toekomst. Want het gaat over klimaat. We hebben voor jullie allemaal klimaatsokken. En die hebben een hele mooie print en dat is door een klimaatwetenschapper ontwikkeld. Dat is Ed Hawkins, hij is Brits en hij heeft gevisualiseerd hoe het staat met het klimaat. En ik hoop nog eens een keer mee te maken dat, ik vind ze trouwens nu ook al heel erg mooi, maar dat ze nog mooier worden omdat het beter gaat met het klimaat en dat we de goede kant op gaan met z'n allen. Dus naast goede waterkwaliteit ook een beter klimaat. Maar een heel groot applaus voor jullie bijdrage. En de borrel is...